Dit is aflevering 5 in onze serie video's over numeriek modelleren. En in deze uh, video wil ik met jullie gaan kijken naar bewegingen in twee dimensies. Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen bewegingen bekeken in één dimensie. Maar het is ook mogelijk met een numeriek model om bewegingen in twee dimensies te bekijken. En als voorbeeld heb ik genomen uh, de beweging die een satelliet dadelijk gaat maken rond, een, rond de aarde. En dit is de situatie: ik heb een satelliet, ik heb de aarde. Ja, voordat ik nu mijn model ga maken, moet ik eerst even goed nadenken over ja, hoe zit het nou met de grootheden die ik nodig heb om deze situatie goed te kunnen modelleren. Ik ga eerst eventjes een assenstelsel definiëren met het midden van het assenstelsel ook in het midden van de aarde. Als ik dat doe, dan zal ik zien dat mijn satelliet op elk gegeven moment een bepaalde positie heeft in dat assenstelsel. De satelliet heeft een bepaalde x- en een bepaalde y-waarde. En als ik de x- en de y-waarde van mijn positie van de satelliet weet, dan kan ik ook altijd r uitrekenen. r is de afstand van de satelliet tot het midden van de aarde. Want ik weet al dat ik die dadelijk nodig ga hebben in mijn bepaling van de beweging van de satelliet. Ik ga de satelliet dadelijk een snelheid geven. Ik heb het hier even geschetst. Een snelheid v in een schuine richting. En... Nu wordt het interessant, want uh, ik wil natuurlijk dadelijk gaan kijken wat er gebeurt met onder andere de snelheid, maar ook met de positie van de satelliet in de loop van de tijd. En om dat te kunnen doen, ontkom ik er niet aan om die snelheid te ontbinden in twee componenten, eentje langs de x-richting en de andere langs de y-richting. En wat ik dan in mijn model ga doen, is los van elkaar bekijken wat er in de x-richting gebeurt met de satelliet en wat er in de y-richting gebeurt. Nou, we moeten ook natuurlijk nu een beetje natuur kunnen gaan gebruiken. Uh, wat, gaat die satelliet, wat, wat is de situatie van die satelliet? Ja, die satelliet die zal een gravitatiekracht voelen van de aarde. En die gravitatiekracht die staat altijd naar het midden gericht. En op het moment dat ik een gravitatiekracht heb die naar het midden gericht staat, dan zal het best zo kunnen zijn dat die satelliet dadelijk een cirkelbeweging gaat maken. Om nou die situatie door te kunnen rekenen, moet ik met de gravitatiekracht hetzelfde doen als wat ik uh, met de snelheid ge uh, heb gedaan. Ik moet die gaan ontbinden in een x en een y-richting. En omdat ik al weet dat de massa van een satelliet niet uitmaakt voor de beweging, kan ik ook zeggen uh, dat ik me ga richten op de gravitatieversnelling in de x-richting en de gravitatieversnelling in de y-richting. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit. En als ik nu de x-as naar rechts positief neem en de y-as naar boven positief, dan zou dat in deze situatie dus betekenen dat zowel de gravitatieversnelling in de x- als in de y-richting een negatieve waarde moeten hebben. Hoe kan ik die gravitatieversnelling uitrekenen? Nou, daar heb ik een formule voor, afgeleid van de gravitatiekracht, en die ziet er zo uit. Uh, die hangt af van een constante, van de massa van de aarde, eigenlijk ook een constante natuurlijk, en van de afstand tussen de satelliet en de aarde. Dus, het is zaak in mijn model dat ik die r ook elke tijdstap ga uitrekenen. Ja, hoe ziet nu uh, het model uit? Uh, wat moet het model doen? Wat is de volgorde van de onderdelen in mijn model? Ik ga eerst uitrekenen hoe groot is r, de afstand tot het midden van de aarde. Dan kan ik de gravitatiekracht en de gravitatieversnelling uitrekenen. Dan moet ik gaan uitrekenen wat de component van die versnelling is in de x- en in de y-richting. En op het moment dat ik dat weet, ga ik los van elkaar in zowel de x als de y-richting kijken um, wat voor effect de versnelling heeft op de snelheid en wat voor effect de snelheid heeft op de positie van de satelliet. En uiteindelijk, als ik de nieuwe positie weet, ben ik ook weer in staat om de nieuwe straal uit te rekenen, de nieuwe R, en dan begin ik er opnieuw. En je ziet hier dat er ook weer een koppeling is tussen de positie in dit geval, de positie van de satelliet. En de grootte en de richting van de gravitatiekracht. Dus ook hier heb ik weer zo'n terugkoppeling. En dat maakt ook dat het doorrekenen van uh, deze situatie. Uh, het ook wel weer net iets lastiger is als je puur en alleen met formules aan de gang gaat. Het wordt tijd om eens te gaan kijken naar het model. Die ziet er uh, complex uit. Daarom dat we daar ook even rustig stap voor stap gaan kijken wat er allemaal staat. Maar eerst even de startwaarde. Ik heb de massa van de aarde opgezocht en ingevuld. Ik heb de straal van de aarde ook opgezocht. Ik ga dadelijk uitleggen wat ik daarmee doe. Ik uh, ga de satelliet op een afstand van 7000 kilometer van het midden van de aarde laten bewegen. Uh, op uh, locatie, uh, een, ja, een eilocatie van 0. Ik geef hem een snelheid alleen in de eindrichting van plus 7700 meter per seconde. En natuurlijk moet ik ook de uh, gravitatieconstanten moet ik ook even aangeven in mijn model. Nou, dan gaan we kijken links. Wat gebeurt er allemaal links? Nou, ik ga eerst eruit rekenen en van daaruit kan ik met de formule die ik net heb laten zien uitrekenen hoe groot de versnelling is die de satelliet gaat voelen. Als ik die versnelling weet, dan ga ik die met een handige truc, een handige goniotruc, ga ik die uitrekenen per richting. Uit tijdgebrek ga ik niet precies uitleggen hoe ik dat doe, dus je mag dit gewoon even voor nu aannemen. Als ik de grootte van de gravitatieversnelling weet in de x- en y-richting, dan kan ik ook Kijken wat voor effect dat heeft op de nieuwe snelheid in de volgende tijdstap in de x- en de y-richting. En ook hier heb ik twee regels bij elkaar gevoegd, zodat het model een beetje compact blijft. En als ik de nieuwe snelheden weet, dan kan ik natuurlijk de nieuwe plaats ook uitrekenen. Nou, ik heb nog één uh, dingetje uh, extra, extra erbij gedaan. Nou, als je de nieuwe plaats weet, kun je ook de afstand weer uitrekenen. Maar dat doe ik eigenlijk op de eerste regel. Uh, de laatste regel geeft namelijk een extra stopconditie. Want ik heb gezegd: stop maar wanneer de satelliet zich dichter bij het midden van de aarde bevindt als de straal van de aarde. Want dat betekent niets anders dan dat de satelliet is neergestort op het oppervlak van de aarde. Ik wil nu weer kijken in de modelomgeving wat er gebeurt als ik dit model ga laten draaien. En ik ga dan ook kijken of ik kan achterhalen wat er gebeurt met de beweging die de satelliet gaat maken als ik grootheden ga veranderen in dat model. Hier zie je weer het model wat ik net ook heb laten zien. Ik, heb, uh, ik was er net één vergeten als startwaarde. En Dat is de tijdstap. Ik heb hem hier er wel bij gezet. En omdat we nu uh, een proces gaan bekijken wat uh, best wel lang duurt. Mag ik ook een best grote tijdstap pakken. Dus ik heb hier een tijdstap van 5 seconden gepakt. Uh, als stopconditie heb ik uh, dat uh, ik wil dat hij stopt als hij uh, 10.000 seconden ver is. Ik heb hier ook al... Het aantal iteraties staan. Dus ik kan eigenlijk deze weghalen. Want die is op zich in dit programma overbodig. Ik heb wel de andere stopconditie nog. Hè? Als de satelliet is neergestort. Dan wil ik graag dat het programma stopt. Nou, ik, heb nu, ik ga dadelijk de satelliet laten bewegen. Hij be beweegt dadelijk dus vanaf een punt. Wat je dan 3 uh, 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 uur kunt uh, noemen. Hè? Dus uh, rechts van de aarde. En hij beweegt tegen de klok in. Recht naar boven. En ja, wat voor beweging gaat die satelliet nou maken? Als je het dadelijk ziet, zal je je natuurlijk niet verbazen, want heel veel uh, opgaves uh, over satellieten rondom Aarde die uh, gaan er ook over dat de satelliet een uh, cirkelbeweging gaat maken. Uh, nou, laten we eens even gaan kijken. Ik laat het programma draaien en ik zie, uh, uh, ik krijg dit plaatje. En nu denk je misschien dat is een uh, heel vreemd plaatje. Waarom loopt die niet rond? Nou, dat heeft een hele simpele reden. Blijkbaar heb ik niet lang genoeg in de tijd door laten rekenen. Ik kan heel snel van 1000, kan ik 1300 stapjes maken. En dan zul je zien dat hij wel meer dan een rondje maakt. Wat je altijd even goed moet afvragen in een plaatje zoals dit: is, is het nou een cirkel of niet? Want als je dit plaatje zo ziet, dan zou je denken: nee, dit is een ovaal. Maar je weet nooit zeker of uh, de schaal op de x-as even groot is als de schaal op de y-as bij deze grafiek, want hij maakt hem natuurlijk uh, automatisch zelf. Dus we kunnen even aflezen. Als we kijken, uh, dan zien we hier een maximumwaarde van uh, zo uh, 7000 in de x-richting en iets meer dan 7000 kilometer in de y-richting. Het is niet precies een cirkel, maar het zit er best wel dicht in de buurt. Wat zou ik nou kunnen doen? Ik zou hier uh, Waarde kunnen gaan veranderen. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: Wat gebeurt er nou als ik de satelliet een kleinere snelheid meegeef dan die 7700 meter per seconde? Maar bijvoorbeeld 7000 meter per seconde, maar 10% kleinere snelheid. Wat voor effect heeft dat op de beweging die die gaat maken? Nou, dat kan ik heel snel zien. Ik kan op Run drukken en dan zie ik iets, uh, misschien wel iets geks gebeuren. Het lijntje stopt vrij snel, abrupt. Het stopt hier. En hieruit trek ik de conclusie: ik zie ook dat het lijntje dichter bij het middelpunt zit dan mijn vorige lijn. Hieruit trek ik de conclusie dat de satelliet nu te weinig snelheid heeft om een rondje te kunnen maken. De satelliet is nu neergestort op de aarde. Oké, okay, maar wat gebeurt er dan als ik een hogere snelheid aan de satelliet geef? 9000 meter per seconde. Dan zegt hij run. En dan denk je gewoon, wat gek, een halve cirkel, misschien moet die langer rekenen om uh, een. Ja, kijk, nu krijg ik een heel rondje. Dan maakt uh, de, uh, de satelliet ook een rondje. Maar dan kun je al meteen zien dat uh, de oorsprong, dus het midden van de aarde, hier ligt. En dat de satelliet dus geen rondje nu aan het maken is, maar iets wat we dan een ellips noemen. Uh, als de snelheid hoger is dan de snelheid die die nodig heeft voor een uh, eenpaarige cirkelbeweging, dan zal zo'n voorwerp, en dus ook de satelliet, een ellips maken. Nou, je kunt de snelheid nog groter maken en op een gegeven moment zul je zien dat als de snelheid groter is dan de ontsnappingssnelheid, dat de satelliet wegschiet en nooit meer terugkomt.